Zo, daar ben ik weer. In mijn huisje. Ja, want een studio is ook een huis. Alleen, daar wonen mensen niet, maar daar werken ze. En ik ook. Nou is Peter, die jullie net gezien hebben, nog ergens anders gaan kijken waar ook mensen en kinderen wonen. Waar? Dat vertelt hij zelf. In mijn huisje. In mijn huisje. Nog een keer. Wie komt er in mijn huisje? Ja, daar zijn we met een heleboel kinderen van een school. En er zijn alleen maar kinderen op die in woonwagens wonen. En die kinderen hadden ons een brief geschreven. En die zeiden van, we vinden het programma heel leuk, maar wij wonen in een woonwagen. Dat is ons huis en we hebben geen woonwagen gezien in het programma. Nou zijn er ook zo verschrikkelijk veel verschillende soorten huizen dat we ze niet allemaal kunnen laten zien. Maar woonwagens wel. En de kinderen, dat zijn Helene en Lena en Sjouk en Harry en Lely en Philip en Barend. Die hebben allemaal tekeningen gemaakt van hun eigen huis. Wie komt er in mijn woonwagen is het hier, hè? Ja. Zullen we nou eens roepen met z'n allen, wie komt er in mijn woonwagen? Ja. Wie komt er in mijn woonwagen? Lely. Vertel jij eens aan, of Harry, vertellen jullie eens, hoe ziet zo'n woonwagen er nou van binnen uit? Wat is daar allemaal? Een keuken. Een keuken? Een kraan voor de afwassen. Een kraan, ja. Een borden. En kun je ook onder de douche? Ja. Ja? Ja, ja. En waar slaap je nou? In de slaapkamer. In de slaapkamer? Ja. Hebben jullie een hele grote wagen? Want dat ja. Moet er allemaal, dat moet er allemaal toch maar in kunnen. Leuk, hè? Ik zou ook best in zo'n mooie wagen willen wonen. Maar ja, als iedereen dat zou willen, dan zouden alle huizen leegstaan. Nou, dit was nou echt de laatste aflevering van Wie komt er in mijn huisje? Straks om 10:30 gaan we verder met het programma Verder leren of werken. En tot die tijd pauzeren we.